Nee, dan liever de snelheid van vandaag de dag met onze live televisie. We zijn overal direct bij. Veel mensen geloven wat ze op tv hebben gezien. Afgezien van het feit dat ook de directe beelden er enige seconden over doen om via een satelliet de huiskamer te bereiken, wordt een grassprietje in China ook nog eens over een onmetelijke afstand verplaatst. Eigenlijk kunt u een grassprietje in China helemaal niet zien, al had u nog zulke goede ogen. De aarde is rond en het Chinese sprietje bevindt zich om de hoek. Maar dan is er nog iets. Maar al te vaak vergeten we dat de cameraman het kader bepaalt. Natuurlijk zoekt hij het meest illustratieve beeld. Ik zeg niet meteen dat hij het beeld manipuleert, bijvoorbeeld met een schaal vers gepelde uien net buiten beeld onder de ogen van het zielige meisje. Maar bij een item over bijvoorbeeld armoede laat je een dure Mercedes natuurlijk wel net buiten beeld. Van een schilder nemen we veel sneller aan dat hij het beeld heeft gemanipuleerd. Hij heeft immers het licht dat zijn ogen bereikte moeten vertalen in verf. Misschien heeft hij een boompje dat in de weg stond achterwege gelaten, of juist wel een gewenste koe vanuit een ander weiland in zijn schilderij gezet. En hij wilde u natuurlijk iets laten zien, misschien zelfs wel voelen. Want hetzelfde landschap met dezelfde ingrediënten op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip ziet er heel anders uit onder een onweersbui dan onder een zwoele zomerzon. Want zoals gezegd, hij schildert gewoon wat hij ziet, maar hij plaatst het in een dusdanig licht dat het iets romantisch krijgt, iets... Stemmingsvol is eigenlijk de beste term die je ervoor kan gebruiken. Het is niet vrolijk in ieder geval. Het is eerder wat melancholiek. Het landschap wordt wat melancholiek door het licht, door die avondstemming. Want daar hebben we het laatste element, het commentaar bij de beelden. De schilder brengt met zijn kleurvertaling stemming in het schilderij en de verslaggever plaatst de beelden in een gewenste context. Maar ook het bijna directe contact dat u op dit moment heeft met het landschap wordt gekleurd. En wel door mij, door uw gids. Ik, beste luisteraar, ik begeleid de lichtstraal op zijn weg vanaf de grasspriet naar uw oog. Of beter gezegd, ik prepareer het imaginaire doek in uw hoofd waar u dat sprietje op kunt plaatsen. Ook voordat u hier ging zitten had u al een beeld van de polder. Als beeldend kunstenaar probeer ik dit beeld te bewerken. Bij het woord polder verscheen in uw hoofd een plaatje, meestal bestaand uit gras en koeien, maar bij iedereen voorzien van een persoonlijke kleuring. Als u geboren bent in een polder, dan hebben uw jeugdervaringen een plek in het beeld. Als u in de stad woonde en u had een opa op het platteland waar je in de zomer op vakantie ging, dan is uw beeld van de polder gekleurd door een seizoen. Het beeld bestaat niet uit een plat plaatje, maar kent vele dimensies. U heeft niet de beperking van een afgemeten doek. U hoeft geen uitsneden te maken. De horizon kan hoog en laag in beeld en u kunt zelfs naar believen in- en uitzoomen. Maar ook geluiden en geuren kleuren uw beeld van de polder. En uw stemming zal voor een klein laagje vernist over het hele beeld zorgen. Maar goed, nu het uitzicht. De achtergrond van uw beeld, uw schilderij. Wat komt erop en wat niet? Soms weet je niet precies. Want je ziet zeker bij zo'n schilderij als dit, wat zo los en impressionistisch geschilderd is, is het bijna soms een beetje gissen naar wat de schilder weergegeven heeft. Het is in ieder geval overduidelijk een polder, of het nou een keer hier wat riet is, of een mesthoop, of wat... Ik maak daarvan kroos, maar dat weet je natuurlijk ook niet. Het zijn hele snelle notities. Een vertaling van datgene wat de schilder ziet in verftoetsen, in kleur. Neem nu de bomen. Men denkt wel eens dat ik als polderwachter een hekel heb aan bomen. De polderwachter is immers een boswachter zonder bos. Ik heb liever een weiland met gras dan een eikenbos. Maar ik ben niet tegen alle bomen.
Ik maak graag onderscheid tussen goede en foute bomen in de polder. Goede bomen accentueren dingen in het landschap. Populieren langs een weg, griefhout in een kleine boomgaard bij een boerderij en vooruit een paar wilgjes bij een nat stukje natuur. Foute bomen vormen een bos in de polder. Dan zie je door het bos de bomen niet meer en krijgt het aloude pestbosje, zo genoemd omdat daar in vroeger tijden vee werd begraven, een nieuwe betekenis. Een pestbosje wordt dan een bosje dat het uitzicht verpest. En beste luisteraar, ik wil u van harte aanraden om ook het molentje dat u rechts ziet staan een prominente plek te geven in uw schilderij. Niet alleen omdat het leuk is en omdat dat nou eenmaal hoort bij een Hollands landschap, maar vooral omdat dat de enige reden is waarom die molen er nog staat. Om door u in uw beeld van de polder te worden geplaatst. Zijn oude functie van het droogmaken en drooghouden van de polder is allang overgenomen door een modern gemaal dat verderop achter Kokkengen staat. De enige functie die deze molen nog heeft, is die van landschapsstoffering. Deze molen draait, zoals we dat zeggen, alleen nog voor de prins. Molk! Nou, even naar boven. Was net bezig. Waren het kleine mensen vroeger, die molenaars? Of? Ja, ik denk het wel. Ja, was men allemaal kleiner, hè? Ja. Kijk, wat ik net gedaan heb, het is uit het werk gesteld. Hè? Dit lager, dat hoort hierin. Ja. En ik heb hem nou naar achter gekanteld. Nou kan ik dus de molen vrij laten draaien. Ja, dan gaat dat grote wiel hier gaan draaien, maar ja. De tandjes happen niet in dit wiel. Nee, dus dat schepraad dat blijft staan. Dus ik draai nou voor de prins.